We leiden vooral op om te zorgen dat de studenten een ondersteuning worden op beleidsniveau. Woorden van Jane Kolff-Berggraaf, directeur van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, gisteravond tijdens de uitreiking van de eerste Bachelor Fase 1 certificaten in de aula van de Academie. Met het ontvangen van het Bachelor Fase 1 certificaat zitten de studenten op de helft van het volledig vierjarige studietraject. Gelet op de accreditatie van de studierichtingen is het naar zeggen van Berggraaf belangrijk te zorgen voor de in, de door en uitstroom van het studeerproces. En het is vooral voor de academie belangrijk om te laten zien, maar ook andere studenten die zich willen inschrijven weten, dat je inschrijft, maar dat je uiteindelijk vanuit de school weg moet gaan om verder te gaan. We zijn bezig met accreditatie, want dat is ook een van de onderdelen die maken dat we moeten zorgen dat studenten uitstromen. En ik mag u zeggen dat het traject heel goed wordt ingezet. Als alles goed is, mogen we in juli onze eerste visitatie krijgen. Dat ging niet gemakkelijk. U begrijpt, het is een moeilijke tijd. We zijn een overheidsinstituut. Maar met de hulp en de ondersteuning van het ministerie, met name het directoraat cultuur, hebben we heel veel kunnen doen. We hebben dus nu in mind om dus 2 keer in het jaar dus op deze wijze de uitreiking te doen. En ik geloof dat we met z'n allen tevreden mogen terugblikken. De afgelopen 6 maanden is heel hard gewerkt. Ik kan bijna zeggen dat docenten bijna dol gedraaid zijn van mij. Misschien ga ik een beetje te hard, ik weet het. Maar ik denk dat het goed is dat we lopen praten over kwaliteit. Dat we inderdaad processen hebben. En dat dus we moeten zorgen dat alles in orde is, zodat we door die screening kunnen. Gracia Fallies Ormskerk, directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zegt dat het streven is te werken richting een vervolgmasterstudie voor de verschillende richtingen. We pleiten ook ervoor, mevrouw Jane Kolff-Berggraaf, dat we straks een masteropleiding gaan opzetten voor deze mensen. Ja? Ja. Want al die opleidingen, journalistiek, beeldende kunst, beeldende vorming en SOCUVO, sociaal-maatschappelijk werk, zijn zaken die nodig zijn in de Surinaamse samenleving. We hebben jullie echt nodig op elk front. Als je kijkt naar de verschillende ontwikkelingen in het land, dan zie je dat jullie niet meer weg te denken zijn. Dus we moeten ervoor pleiten om hoger op te komen. Ormskerk moedigde de studenten aan het niet te laten bij de afronding, maar zich verder in te zetten in de maatschappij. Het officieel gedeelte werd afgesloten met de overhandiging van de certificaten.